Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Sebastian en ik ben hier vandaag met... Lieke. En we zijn vandaag in Emmen. En eerlijk, Emmen is voor mij echt super ver weg. Echt een uur en drie kwartier gereden. Dus ja, dat... en ik weet eigenlijk ook al, ja, Emmen is niet het moeilijkste gebied. Dus ja, nou, we gaan er wat moois van maken, denk ik. En dan ben ik hier ook weer een keer geweest. Zoals jullie weten, ik ga elk CBR af. Dus maakt niet uit bij welk examengebied je afrijdt. Meld je gewoon aan, link staat in de beschrijving. En dan, ja, wie weet kom ik jouw kant op. Vooral de examengebieden die ver zijn, daar ben ik nog niet geweest. Dus ja, ik weet niet wat ik mezelf aandoen, maar we gaan wel gewoon die kant op. Als we bij de verkeerslichten zijn, dan gaan we linksaf. Oh, ik weet al waar je mee hier deze kant op stuurt. Het kan allemaal turbo doen, dat is. Ja, zo zag ik al op de kaart. Dus ik dacht, het is geen toeval dat ik deze kant op ga. Dat snap ik wel. In principe komen we weer netjes op de rotonde af, maar zorg ervoor dat je op tijd voorbereid bent. Dat betekent dus ook dat je de koppeling op tijd loslaat. En je ziet eigenlijk dat we dit hier pas op, bij het oprijden van de rotonde doen. Zoals jullie zien komen we hier op een doorgaande weg uit en moeten wij zo invoegen. Dus juist om hier even vast te kijken door de bocht heen waar komen we uit. Probeer wel netjes de keitechniek uit te voeren bij het invoegen. Binnen, buiten en vooral die dode hoek mis ik hier, dus dat is jammer. Maar het zou dus heel goed kunnen dat je op dit examen, hè, dus in Emmen, niet harder zou rijden dan 70 km per uur. Ja, dat zou denk ik ook kunnen. Okay. Dat is best wel apart eigenlijk. Ja goed, zo is het nou eenmaal. We gaan bij de volgende afrit verlaten. Oké. Doorgaande weg. En dan mag je op deze weg keren door middel van steken. Oh, dat heb ik laatst wel gedaan. Komt het drie keer wat. Ja, nou, we gaan het zien. Mag je wel bij zo'n inrit doen? Nou, je mag tot aan de inrit. Oh, dat doe ik niet. Wacht, dat doe ik net zo goed. Dus het is niet de bedoeling dat je echt die inrit gaat gebruiken? Nee, ja. Dat wil ik net iets sneller doen. Hartstikke goed. Op het moment dat je iets niet zeker weet op het examen, vraag het dan gewoon. Vragen mag altijd. Je krijgt misschien niet altijd antwoord, maar ja, als je twijfelt, gewoon echt vragen aan de examinator. Het gaat geen drie keer worden. Wil jij in één keer slagen voor je praktijkexamen? Vergeet dan niet Streetwise TV te checken. Dat is mijn videocursus waarin ik je precies uitleg wat je moet doen en wat je moet weten om in één keer te kunnen slagen. Denk bijvoorbeeld aan alle bijzondere verrichtingen en hoe je ze eventueel moet corrigeren. Invoegen, uitvoegen, complexe kruispunten, in- en uitritconstructies. Alles vind je daar. Met handige tips, tricks en ezelsbruggetjes. Ja, dus ik zou zeggen, check even de link in de beschrijving. Nee, ik raak. Nou heb je natuurlijk op het moment dat je gaat keren door middel van steken tussen ja, gras wat minder houvast als wanneer je tussen stoepranden gaat. Bij de stoepranden kan je mooi voelen tot waar je zit. Nou, bij het gras voel je het ook wel. Je mag een klein beetje smokkelen hè, door een beetje het gras in te komen. Zorg er maar niet voor dat je dan volledig het gras in rijdt. Oh, niet verwacht. Kijk. Nou, die eerste heb je in de pocket, toch? Ja. Mooi. Dat komt sowieso in de video. Dat ging niet helemaal goed. Ik zal erbij vertellen, ik heb de bediening niet aangeraakt, maar ik kon niet lang wachten meer. Gewoon verder gaan, hè? Ja. We komen hier zometeen bij een best lastige rotonde. We hebben te maken met meerdere rijstroken. Ook met een lichte helling. Dus bij het oprijden is het ook al moeilijker zien wat eraan komt. Netjes voorgesorteerd. Misschien iets eerder klaar. Dus echt klaar met de bediening op het moment dat je aankomt rollen. Ja, in dit geval was er niemand. Wat gebeurt hier zo vaak? Ja, er is wel een hellingproef daar. Nou ja, niet per se hellingproef. Als je stil komt. Als je stil komt. Ja, oké. Okay. Maar ook hier op de rotonde keurig gekeken. Op het juiste moment verwisseld van rijstrook. Dus heel netjes dit. Ook op deze invoegstrook weer redelijk netjes gekeken in de nadering. Ja, dus genoeg geobserveerd. Alleen bij het invoegen zelf vergeet de dode hoek niet. Zeker in examengebieden waar het zo rustig is, is het wel heel belangrijk dat je gewoon netjes de tijd neemt en de stappen op de juiste manier uitvoert.
verkeerslicht staat op rood. Dat betekent wel dat we dus voor de stopstreep moeten stilstaan. En we rollen er nu gewoon helemaal overheen. Overbij het streep, ja. Dat is niet de bedoeling. Nee. Net op die koppeling gefocust. Ja. Dus probeer je aandacht te verdelen en de juiste dingen op de juiste momenten te doen. In dit geval was het schakelen niet nodig, want we kwamen echt nog tot stilstand. En het was eigenlijk gewoon alle focus op de stop nodig. Klopt. We naderen hier de rotonde. En wat belangrijk natuurlijk is, is nogmaals dat je op tijd voorbereid bent. En het betekent op tijd teruggeschakeld, rem los, snelheid er goed uit. En wat je nu ziet is dat we eigenlijk iets te vroeg koppelen. Dan ja, bijna niet afremmen, op de koppeling ingetrapt doorrollen. En bij de rotonde zelf de koppeling laten opkomen. Nou, zorg er echt voor dat je eerst naar 1000 toeren remt voordat je schakelt, voordat je terugschakelt. Ben je buiten de bebouwde kom en heb je rotondes waar je nog harder op af kon rijden. En wat je in deze buitengebieden wel vaak hebt, dus dat je met 80 op een rotonde afkomt. Zorg er dan voor dat je naar een bepaalde snelheid afremt. Dus bijvoorbeeld eerst naar 25 km per uur afremmen voordat je de koppeling laat opkomen. Voor deze rotonde eigenlijk weer hetzelfde verhaal. We zijn niet goed voorbereid. Je ziet ook hier, we gaan afremmen. Trap je direct de koppeling in. Dus we remmen niet af tot 1000 toeren. Schakelen terug. Houden de koppeling in, maar remmen te weinig af. Je bent ook op het moment dat je de koppeling intrapt nog niet bij 1000 toeren je schakelpunt kwijt. Nou, zie je dat de auto een beetje schudt, maar ook hier niet helemaal netjes. De middenwerm of de geleider. Niet de bedoeling. Vrij hoog ook, hè? Ja. Mag je de auto even langs de kant van de weg stoppen? Oké. Okay. Dan mag je een bijzondere verrichting doen in een rechte lijn achteruit rijden. Oké. Daar is het rijden van de rechte lijn achteruit. Het is natuurlijk belangrijk dat je een mooie stop maakt. Netjes op gepaste afstand van de kant afrijdt. Dus ongeveer vuistbreedte, zeggen ze in de rijprocedure. Dus het is vrij kort erop. Belangrijk natuurlijk ook dat je weet hoe je moet corrigeren. Probeer iets dichter langs de kant te komen. Nou, in principe beginnen we hier keurig, hè? Dus we draaien iets naar de kant toe. Maar vergeet ook niet dat je diezelfde beweging weer terug moet maken. Zodat je mooi parallel aan de kant van de weg rijdt. Ja, in deze situatie blijven we gewoon iets rechtdoor achteruit het gras in rijden. Dus we hadden hier eigenlijk wel een correctie willen zien. Ja, zou tevreden zo? Ja. Okay. Als je tevreden bent, dan zet ik de navigatie hier voor jou aan. En dan mag je die gaan volgen. Rechtsaf naar de Ermerweg. Sla rechtsaf om op de Ermerweg te blijven. Apart dat hij zegt sla rechtsaf, hè? Ja. Volgens mij moeten we wel rechtdoor, maar goed. Ja. Blijf 1 kilometer doorrijden op de Ermerweg. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik dacht, ik geef die wel voor. Oké, zijn we terug? Ja. Hoe vond je dat ging? Ik vond het best wel goed gaan. Ja, vond je best wel goed gaan? Ja, dat was wel tevreden. Ik wel. Ja. Nou, zo. Puntjes waarvan je dacht van... Niet dat ik nu weet eigenlijk. Niet dat ik nu weet? Nee. Okay. Nou, misschien komt er nog wel eens het een beetje over hebben. Ja. Nou, je gaf eigenlijk al een puntje aan, hè, waar je misschien nog wat aan zou moeten werken. Dat je af en toe wat te vroeg terugschakelde. Ja. Toch? Nou, dat heb ik ook wel gezien in deze rit. Oké. En het is natuurlijk een andere auto. Maar ik vind dat het in deze situatie heeft het ook wel een beetje met je structuur te maken. Oké. En betekent eigenlijk, hè, dat over het algemeen... Kijk, we komen een paar keer op bijvoorbeeld heel op rotondes afrijden. Mm-hmm. Soms vanuit z'n vier en dan mogen we wat harder. En als je van z'n vier naar z'n twee moet, dan wordt het wat moeilijker. Ja. Omdat je eigenlijk een versnelling moet overslaan. Mm-hmm. Maar ook als je bijvoorbeeld van z'n drie naar z'n twee gaat, zie ik eigenlijk dat je te vroeg koppelt. Oké. Ja, dus de bedoeling is als je ergens op afkomt, zeker als je één versnelling terug moet. Eerst even een lekker stukje gas los, mm-hmm. sleep een rem, 1000 toeren. Ja. Met 1000 toeren koppel je. Ja. En omdat je met 1000 toeren gekoppeld hebt, kun je ook gelijk schakelijk hem op laten komen. Ja. Dus dan kan je er één beweging van maken. Ja. En jij komt nu eigenlijk best wel vaak aan waarbij je te vroeg koppelt. Oké.
En dan raak je eigenlijk een beetje het punt kwijt waarbij je zeg maar echt op het punt bent dat je ook de koppeling weer omhoog kan laten komen. Daarom, als je hem op laat komen, schudt hij af en toe een beetje. Okay. Nou is dat niet heel erg, dat is niet het einde van de wereld, maar het gaat vooral om die structuur die ik dan wel wil zien, zeg maar. Dus, dat is het belangrijkste. En zeker omdat dit CBR gaat wel echt om laten zien dat je het echt kan. Ja, dat is want het is niet een heel moeilijk CBR. Natuurlijk zijn we wat leuke dingen tegengekomen. Er zijn echt wel wat rotondes en noem het maar op. Maar ja, wat ik al zeg, het is geen randstad, dus het is niet super druk. Nee. Dus hier gaat het er wel om, is je kijktechniek heel goed, hè? Dus echt die puntje op de i zetten. Vooral het stappenplannetje, daarvan vind ik van ja, in je bediening zeg maar, hè, buiten even het feit dat het een andere auto is, maar gewoon in je stappenplanbediening, hè, dus eerst gas loslepen, rem, tot 1000 toeren, hier ga ik schakelen, hier ga ik dit doen. Ja. Dat mag net even wat scherper. Ja, en af en toe net even wat besluitvaardiger bijvoorbeeld bij het invoegen, net even daar, want ja, het is niet zo druk en je wil wel laten zien van ja, als het een keer druk is hier, dan pak ik hem wel, of als ik op een drukkere weg uitkom. Oh, ja, ja, dus ik denk dat het wel een beetje, als ik het zo terug bedenk, dat wel, dat was wel de samenvatting. Goed. Gaan we daarmee afsluiten. Ga ik jullie bedanken voor het kijken. Zie ik jullie graag weer bij de volgende video.